kijkt, mijn naam is Wilma en het is weer hoog tijd voor een KVPS-vlag. In de vorige vlag was ik in Exlo bij de jonge hengsten en heeft trainingsleider Koos Naber daar enige uitleg over gegeven. Er kwamen een aantal vragen naar aanleiding van die vlog. Hartstikke leuk, stel die ook vooral. Voor meer informatie verwijs ik jullie graag door naar de Spriso van september. Daar staat een heel artikel in over het centraal onderzoek. Hartstikke interessant. En daarnaast in deze vlog is Corrie Terpstra aan het woord en zij zal ook meer uitleggen over het centraal onderzoek. Nou, naast mij staat Corrie Terpstra. Corrie is lid van de Hengstenkeuringscommissie. We hebben eigenlijk best veel vragen gekregen over het hele traject wat de hengsten doorlopen. En ik heb begrepen dat begint met de eerste bezichtiging. Ja, dat klopt. Dat begint met de eerste bezichtiging in eind november, waar dan een 300 hengsten starten. Voor de eerste selectie. En dat is een selectie op rasbouw en beenwerk. En waar ook gekeken wordt naar de stap en de draf op de straat. En waar later op de dag alle hengsten bekeken worden los in de kooi. Waar dus ook nog een keer de stap en de draf en de galoppen beoordeeld worden. En op basis van de exterieurkenmerken en van de beweging wordt een eerste selectie gemaakt. En dan blijven er denk ik ongeveer een 100 tot 120 hengsten over die naar een tweede selectieronde gaan. En wat gebeurt er bij die tweede selectieronde? De tweede selectieronde is vaak in januari gecombineerd met de hengstenkeuring. En dat is een selectieronde aan de hand. Dus het is stap en draf aan de hand. Dan wordt galop niet meegenomen in de selectie. We selecteren daar ongeveer een 50 hengsten uit die we uitnodigen voor de voorrijdagen. Dat was voorheen de derde bezichtiging? Dat was voorheen de derde bezichtiging. Ja. Ja, de derde bezichtiging was voorheen een bezichtiging ook aan de hand in stap en in draf. En die is vervangen door drie voorrijdagen waar de hengsten gepresenteerd worden onder het zadel. Waar ook dan gekeken wordt van wat voor beweging de hengsten tonen onder het zadel. Hoe trainbaar ze zijn en wat ze dus aan de ruiter aanbieden. En of ze goed genoeg zijn om uitgenodigd te worden voor het centraal onderzoek. En dat begint in september, het centraal onderzoek? Ja. Dus dan ben je bijna een jaar verder. Ja, het hele traject duurt bijna een jaar. In september starten we met het centraal onderzoek. Dat duurt ongeveer 70 dagen voor de hengsten die het hele traject doorlopen. Dus het eindexamen is vaak begin november. En dan sluiten we dat traject af en dan beginnen we eind november weer... Weer opnieuw, van weer voor opnieuw af aan. Met de eerste bezichting. Jeetje. En waar ben je als commissielid nou echt naar op zoek? Want de paarden moeten correct zijn qua ras, bouw, beenwerk en dat soort dingen. Zoek je dan nog een extraatje? Nou ja, als goedgekeurde dekhengst moet je natuurlijk wel bovengemiddeld goed zijn. Dus in alle zaken. We zijn een rasfokkerij, dus we zijn natuurlijk op zoek naar echte rastypische hengsten. Die ook de rastypische kenmerken... bij zich hebben en ook doorvererven. Verder zijn we op zoek naar paarden die goed en functioneel gebouwd zijn. Ja. Die ook correct op het beenwerk staan, omdat toch het fundament van je paard is, ook voor de duurzaamheid. Ja. En natuurlijk dat ze in het gebruik goed zijn. En dat houdt voor het Friese paard in dat het niet alleen onder het zadel is, maar ook voor de kar en ook een stukje het onderdeel tuigen in de verrichting zit. Dus het wordt allemaal meegenomen in de afweging of een hengst goed genoeg is om dekhengst te worden. Ja, nou sta je er niet alleen voor natuurlijk, nee, maar het lijkt me wel een hele verantwoordelijkheid. Wat maakt het zo leuk om dit te doen? Ja, dat je gewoon betrokken bent bij de vooruitgang van het ras en dat je daar ook... dan je keuzes in kunt maken en dat je gewoon... kunt zoeken naar de beste hengsten, waar ook mensen die daar weer mee willen fokken en die het Friese paard willen gebruiken, daar ook weer mee vooruit kunnen en
Zowel voor die hobby, dus met, als hobbysport, maar ook voor de hogere dressuur en de hogere mendressuur. Ja. Dat je paarden hebt die daar, daar ook gewoon mee kunnen doen. Ja. Nou, wat interessant. Bedankt, Corrie, dat je mij even te woord wilde staan. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. En in de volgende vlog gaan we in de stallen kijken met Berber van de Veer.